Hi, en leuk dat jullie kijken. Giorgio hier. En vandaag heb ik weer een level 4 Smart Egg puzzel voor jullie. En deze keer is het niet degene die we al eerder hebben opgelost. De Hive. Ze hebben blijkbaar ook namen. Dat had ik eerder niet eens gezien. Dit is de Jester. Dus, ik was even bij de kruidvat. En ik dacht, ik kijk nog even. Misschien zijn er wel nieuwe bij of zijn er andere. En er lag er nog zo een. Misschien heb ik die vorige keer gemist. Of hebben ze er nieuwe bij gegooid. Ik weet het niet. Dus ik heb deze nog kunnen vinden. Deze heet trouwens de Skull. Dat is eigenlijk wel de coolste. Maar goed, we gaan vandaag deze oplossen. En ik heb eigenlijk ook nog wat research gedaan over de Smart Eggs. En ik ben erachter gekomen dat ze in verschillende levels en moeilijkheden verkrijgbaar zijn. En zoals jullie misschien wel herkennen aan dit plaatje, heb ik eigenlijk alle de makkelijkste die heb ik. En hoe komt dat? Nou ja, ik heb ze allemaal bij de kruidvat gekocht. En wat er dan soms gebeurt, is dat zo'n partij een opkooppartij heeft. Dus die koopt zo'n hele pallet of lading van die dingen. En die kunnen ze dan voor goedkoop verkopen. Dat kopen ze vaak van andere bedrijven die ze niet meer willen. Of andere bedrijven die failliet zijn. Of zijn in ieder geval zeg maar vaak dingen die weg moeten. Zodat ze maar voor een goedkope prijs nog weg kunnen. Dus er was misschien een bedrijf dat een lading van de laagste niveau moeilijkheid ergens over had. En die zijn dan zo bij de kruidvat beland. En zoals jullie hier kunnen zien zijn er ook nog medium difficulty, challenging difficulty en ook nog een soort van advanced, misschien wat moeilijkere volwassen versie. Maar goed, we gaan voor nu deze uitpakken en oplossen. Zo, de welbekende verpakking die zo lekker makkelijk open te maken is weer. Heerlijk dit. Zo. Heeft ook wel een cool patroontje dit. Een soort van blokjes, ruitjes patroon zeg maar. Zo, even het stokje erbij. En dan de troep aan de kant gooien. Dan zijn we klaar om te beginnen. Dus ik heb deze nog niet opgelost. En zoals jullie kunnen zien is het net als deze. Volgens mij is het echt wel een... het is echt wel een heel ander patroon. Het is niet zo alsof het dezelfde is volgens mij. Nee, het is echt een ander patroon. Dus we gaan gewoon kijken of we hem op kunnen lossen. Zo, steek maar aan de bovenkant erin. Dan lijkt het mij... Oh, we kunnen hier direct heen. Oh ja, en als we hem dan hier erin doen, kunnen we hier omschakelen. Oh, en dan kan hij er hier uit. En als we dan zo naar boven gaan, kan ik hier doorschakelen en recht naar beneden. Als ik hem dan hier eruit duw, oh ja, kunnen we hier door. Oh, en dan hebben we hem al. Wauw, dat was een makkelijke puzzel. Laten we hem even nog een keer doen. We gaan erin en dan kan hij gelijk naar beneden. Dan kan die hier erin en het hoekje om. Kan die hier het hoekje om als we hem hier insteken. Zo, dan schakelen we door naar boven. En dan doen we hem hier ook doorheen. Zo, zodat we hier ook weer door kunnen schakelen. Dan doen we hem, steken we hem er hier uit. Zo. Oh, dat was niet de bedoeling. Moet deze hier erin blijven. En dan is hij alweer aan de onderkant. Dus dat was inderdaad niet zo'n hele moeilijke puzzel. Dat was inderdaad level I4. Of 1-4, whatever. Het niveau klopt inderdaad wel bij de puzzel. En verder is het niet zo'n hele bijzondere puzzel. Ik denk, hij was weer 99 cent. Wat ik trouwens ook wel bijzonder vind. Omdat echt de helft van deze puzzels bij de kruidvat, die hebben dit erop staan. Dus van 7,99 voor 6,99. En de andere helft, die hebben dan 99 cent erop staan. Maar ik heb ze allemaal afgerekend voor 99 cent. Dus ik weet niet wat er fout gaat bij de kruidvat. Of dat ze gewoon verkeerde stickertjes hebben. Of dat ze gewoon deze puzzels toevallig aan mij voor veel te goedkoop hebben verkocht. Omdat ze op bol.com echt lijken. 18, 20 euro, 15 euro zijn. Dus als je deze video leuk vindt, laat het even weten in de comments. Daar ben ik altijd heel erg blij mee. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.